In deze clip laten we je kennis maken met Lens in a Cap van het merk L'Oreal. Lens in a Cap, wat is het nu? Het woord eigenlijk al zegt, de naam eigenlijk al zegt, het is een lensje in een kapje van een camera. En hiervoor ziet u hem op de 5D Mark III. Het is het meest elementaire wat je van een lens kunt verwachten. Het is een stukje glas of plastic, wat een lens is, in een plastic behuizingje. Je kunt er niet mee autofocussen, de diafragma kan niet aangestuurd worden vanuit de camera. Allemaal heel rudimentair dus. Het moet een complexe camera als een 5D Mark III eigenlijk omtoveren tot een point-and-shoot camera. Want omdat je niks kunt instellen is het gewoon een kwestie van mikken en schieten. Gebruik daarvoor live view en het is een perfect stukje gereedschap bijvoorbeeld voor straatfotografie. Dat is ook het praktische doel van dit lensje. De beeldkwaliteit is zodanig dat er allerlei lensafwijkingen aanwezig zijn die in normaal gebruik storend kunnen zijn, maar zeker voor straatfotografie de boel kunnen versterken in de vorm van onscherpte of vignettering of chromatische aberratie, flare, dus lensspiegeling. Dat is in ruime mate aanwezig bij een dergelijk lensje. Maar wat ik zeg, zeker wanneer je zwart-wit fotografeert, dan is dat voor straatfotografie perfect. Hoe werkt het lensje nou? We zullen het er even afhalen. Schuiven de camera even aan de kant. Zo. Dit is dus een lens in de cap. Het is een heel klein dingetje, het weegt niks. Het kost €25, dus dat is ook goed betaalbaar. Nou, wat je hier dus ziet is een plastic houdertje met een lensje. Of het van glas of kunststof is, dat kan ik op dit moment niet vertellen, maar de beeldkwaliteit is niet super. Er is dus niks, er zit geen elektrisch contact op, je kunt niets instellen vanuit de camera. Wat wel kan is dat je het diafragma kunt veranderen en dat is wel leuk dat je dat is echt fysiek ziet gebeuren met een gaatje in een draairing. Zo is die dicht, dus dan is het echt een camerakapje. Dit is f64, een klein gaatje en zo wordt het gaatje ietsje groter, dus f32, f16. F8 en hier F5.6. Hij is het scherpst bij F16. Dan heb je een mooie scherpte, diepte en nog geen diffractie van het licht wat erop valt. Nou ja, that's all. En automatisch zie ik dus wat voor straatfotografie. Er is ook een variant van, dat is de Lens in a Cap met PC. PC staat voor Perspective Control, dus perspectiefcontrole. Wanneer je wel eens voor een gebouw staat en je ziet dat de verticale lijnen schuin naar elkaar toe lopen, dat het een hoog gebouw is, dan zou je dat met een shift systeem zoals dit is kunnen corrigeren, direct al bij opname. De tilt- en shiftlenzen van Canon zijn daar speciaal voor bedoeld. En ja, hier kun je met deze lens kun je dus het beeldvlak evenwijdig aan de sensor verplaatsen. Daarmee los je dat perspectief verloop los je op. De verschuiving is echter dermate dat je het eigenlijk in de praktijk nauwelijks kunt zien. Dat betekent dat het eigenlijk net zo'n functie krijgt als zijn broertje. Je hebt F11 en F22 als diafragma's. Maar iedere zichzelf respecterende architectuurfotograaf zal zeker niet met zo'n lens van €35 proberen perspectiefisch verloop van een gebouw te corrigeren. Dan kun je dat beter achteraf een foto doen. Dus ja, dit is misschien een leuke toepassing waarvan je denkt, goh, ik kan het beeldvlak verschuiven, maar gezien de beperkte verschuiving is de toepassing ook maar beperkt. Deze is dan op zich een stukje leuker, want hiermee kun je dus op straat hele leuke, spontane foto's maken als een kijk- en klikcamera. Tot zover Lens in a Cap van L'Oreal.